Als u een WW-uitkering krijgt, staat na afloop van iedere maand de inkomstenopgave voor u klaar op Mijn UWV. Ook als u geen inkomsten heeft gehad, geeft u dat door met de inkomstenopgave. U kunt dat doen tot het eind van de maand. Als u de inkomstenopgave invult via Mijn UWV, dan logt u in met uw DigiD. Kies nu voor Inkomsten doorgeven. Eerst vinkt u de intentieverklaring aan. Dan geeft u aan uit welke baan u volledig of gedeeltelijk werkloos bent geworden. Vervolgens geeft u aan of u inkomsten heeft gehad in de afgelopen maand. Soms staan uw inkomsten al voor u ingevuld. Kloppen deze gegevens niet, dan kunt u ze bewerken. Staan uw inkomsten nog niet voor u ingevuld, vul dan zelf alle gegevens in. Wij vragen daarbij om uw SV-loon. Kunt u de term SV-loon niet vinden op uw loonstrook? Kijk dan of een van deze termen erop staat. Als u inkomsten uit een ander land had, vult u die ook in. Wij vragen u om uw e-mailadres, om u een ontvangstbevestiging te kunnen sturen. Klik daarna op gegevens versturen. Nadat wij de inkomstenopgave hebben ontvangen, staat uw uitkering binnen 14 dagen op uw rekening. Op Mijn UWV ontvangt u een betaalspecificatie via Mijn Documenten. Ga voor informatie naar uwv.nl/ww.